Voor de eerste keer is vandaag het examen van leerjaar 10 van start gegaan. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur legt uit dat het een beoordeling is van de studenten waarbij wordt nagegaan of ze de leerstof goed beheersen en welke interesse ze hebben. Volgens de bewindsman is dit examen te vergelijken met de GLO-toets. Het geldt ook als een herkansing om zodoende drop-outs en zittenblijvers te voorkomen. We willen kinderen niet laten blijven zitten meer. Hè. En die kinderen krijgen een herkansing om te laten zien, dat is het idee, om meer met de diagnostische informatie aan te geven dat het kind ondersteuning heeft op een aantal plekken. Vroeger bleven onze kinderen zitten of ze werden drop-outs, ze verlaten het systeem. Daarom zijn we nu bezig om een andere methode toe te passen, dat deze kinderen behouden worden voor de school, dat ze kansen krijgen door extra ondersteuning, met een mooi woord, remedial teaching, om ze extra hulp te geven om alsnog door te stromen naar de klas 11. En vroeger was het zo dat de GLO-toets zegt gewoon, je kind gaat naar LBO, je kind gaat naar MULO en that's it. Nu zetten we de lijn een beetje wat langer, een 14-jarige, ongeveer 14 jaar zijn ze in de 10e klas. Als het ware. En wij willen dus gewoon vriendelijker toetsen of de kinderen hun lesstof beheersen, diagnostisch noemen. We gaan niet selecteren, diagnostisch. Directeur Mohamed Boulay van de Anton Resida Mulo School geeft aan dat de leerlingen heel enthousiast waren. Alle voorbereidingen zijn goed verlopen. Het is nu aan de leerlingen om hun beste beentje voort te zetten. We hebben dus een voorbereiding getroffen voor een goede aanvang van de examens, de toets voor leerjaar 10. En ze zijn goed verlopen. Ja, de lokalen zijn op tijd ingericht, de surveillanten zijn in place gebracht en we zijn nu al bezig met de toets. Natuurlijk moet ik altijd positief blijven en we hebben de kinderen voorbereid voor de toets. En ik hoop het echt dat ze een goede beurt maken. Ja, dus we hebben geen cijfers voor gebruik. Het zijn allemaal meetmomenten geweest waarbij we gekeken hebben wat de kinderen wel kunnen. De vaardigheden zijn getoetst en daarop is er meer gelet. Ik hoop dat ze hun beste beentjes voorzetten. En iedereen, natuurlijk alle kinderen die nu in leerjaar 10 zitten, dat ze dus dan ook hieruit hun voordelen trekken en een goede beurt maken en een goede beoordeling krijgen aan het eind van de rit. Het examen van leerjaar 10 duurt tot en met aanstaande vrijdag 23 juni.